steken slaat. Ik ben Prins Rob de Leerste. Hebben we er zin in? Zet het glaasje maar aan je lippen. Laat het zo naar binnen glippen. Ik zie de opstoet al passeren. We gaan de turfsteker eren. De kromme noten, die gaan weer spelen. Het kwartet zal zich nooit vervelen. En we dragen allemaal een rood, zwart, gele sjaal. Ja, ja, goedemiddag kijkers van Langstraat TV, welkom bij de live uitzending van de optocht in Turfstekersland. We zitten hier in het klavier in afwachting van de optocht. Hij begint heel langzaam op gang te komen hier in het centrum. En ik zit samen met Ronald. Ronald, goedemiddag. Goedemiddag. Zo, moet ik Ronald zeggen of moet ik zeggen Pater Piemelot? Nou, doe maar voor de uitzending gewoon Ronald. Dat is echt makkelijk te praten. Ja. Wij gaan verslag doen van de optocht voor de kijkers van Langstraat TV. Je loopt al wat tijdje rond, hè, in het carnaval hier. Ik loop al even rond, ja. Ja, wat, we gaan iets dichter bij elkaar zitten. Vertel, ben je een echte Turfstekerslandman? Ja, zeker. Ik hoorde dat je eigenlijk een kruik was. Ja, daar ben ik wel geboren, maar daar heb ik al lang afgezworen. Al lang afgezworen, goed zo. Ondertussen kijken we naar de beelden van de optocht hier voor het klavier.
En daar staat ook de prins, Rob de Eerste, de défilé af te nemen samen met de burgemeester. Nou, daar moet ik even op inhaken. De prins wordt dadelijk afgezet door CV de Gietkoppen. Ja. De prins is nog onderweg. Op dit moment staan alleen de oud-prinsen staan défilé af te nemen. En daar sluit de prins dadelijk op. De prins sluit. Ja, ik zie inderdaad. Ik zie André Lauwers staan als oud-prins. Ja. Ken je er nog meer? De prins van Loon staat er op dit moment bij. Met zijn adjudant. Ja, die staan hiervoor. Ik dacht dat ik net ook de burgemeester zag staan. Ja, de burgemeester heb ik ook wel zien rondstappen. Heeft iedereen al een stemformulier? Ja. En gelukkig lijkt het droog te zijn geworden. Net hebben we even een rondje gemaakt bij het opstellen. En toen regende het nog een beetje. Maar ik begrijp dat het langzaam gelukkig droog geworden is. Dus het ziet er goed uit. Ja, het komt helemaal goed. Hè. Je krijgt wat je verdient. Hè. Ja, dus als mensen net vanwege de regen nog binnen zijn gebleven en ze willen toch de optocht nog live zien, dan zou ik zeggen, kom nog even gezellig naar het plein. Voor het klavier, u ziet, er is nog plek genoeg. En dan kun je de optocht nog even live zien. Of blijf anders gewoon natuurlijk kijken op Langstraat TV, kanaal 42. En hier zien we het begin van de optocht. En Ronald, volgens mij is de optocht best wel aan het groeien de laatste jaren. Ja, de optocht wordt ieder jaar groter en steeds meer bezocht. Ja. We hadden vrijdag de grootste kinderoptocht van Brabant. Dat is allemaal uitgebreid op het jeugdjournaal geweest. Echt gewoon super. Hartstikke mooi item, ja. 1200 kinderen hoorde ik die mee hebben gelopen van alle scholen in Kaatsheuvel. Van alle scholen in Kaatsheuvel en uit de Moer. Was dat de eerste keer? Het was de derde keer volgens mij dat gedaan werd. En ja, ja, gewoon super, super. Maar de eerste keer dat alle scholen meedoen? Ja, echt de eerste keer dat alle scholen meedoen. Het zijn echt gewoon gigantisch veel kinderen die je daar ziet. Ja. Dat is helemaal geweldig dat die zoveel plezier hebben en zo. Ja. Echt gewoon super. Geweldig mooie sfeer ook. En ik begrijp dat er nog veel meer voor de kinderen wordt gedaan ook. Om ze alvast kennis te laten maken met carnaval, met wagenbouwen. Ja, dus ze kunnen, er wordt les gegeven op scholen. Voor de carnaval, waarom carnaval. En ze gaan kijken bij het bouwen, bij de wagenbouwers. Ja, bij een aantal verenigingen. Is het hier in Kaatsheuvel ook gebruikelijk om meerdere carnavalsverenigingen bij elkaar wagens te laten bouwen, zoals in andere gemeentes? Er zijn een paar verenigingen die bouwen, die bouwen wel in dezelfde hal, maar dat is niet. Dat is niet door de gemeente zoals bij de grotere. Bij de grote steden. De grote steden. Ja. Ondertussen zien we overigens de eerste lopers voorbij komen. Nummer 1, dat is John van Delft. En John die loopt al voor de 16e keer mee. Nee. John die deed al voor de 44ste keer. Oh, de 44ste keer? Dat is wel een heel groot verschil. Dat is een heel groot verschil, ja. Volgens mij is John degene die het langst meedoet hier met de optocht van Turfsteeksland. Ja. En in die zin verbeeldt John ook eigenlijk wel het thema van deze optocht. Het thema is waar blijft de tijd? Dus heel veel wagens zullen ongetwijfeld het thema waar blijft de tijd interpreteren, zoals deze, nummer 2. Die rijdt tenminste nog op tijd. Nummer 2 is DJ Shefke. Je ziet dat hij zelfs op zijn wagen een complete DJ-installatie heeft geïnstalleerd. Onder het motto, mooi was die tijd. En hier hebben we de eerste loopgroep van de middag. Waar blijft de Nijstijd? En de Nijstijd deelt ook ijsjes uit, zoals je kunt zien. Schepijs, ijsklontjes. Ja. De Nijstijd, dit is Sparkling Rainbow. De eerste loopgroep van vandaag. Ja, die zijn begonnen eigenlijk als dansgroep. En die doen ook al een aantal jaren mee. Deden ze ook mee met de jeugdoptocht vrijdag? Nee, deze hebben niet meegelopen met de jeugdoptocht. Nee. En zojuist opluchten. Kijk, het is natuurlijk wel eigenlijk de bedoeling dat de jeugd die in de kinderoptocht meedoet, die willen we eigenlijk wel aansporen dat ze lekker meedoen met die grote optocht. Ja. Zodat deze optocht lekker steeds groter wordt. En dat goed. Want je moet onderaan beginnen. Ja, en de jeugd zo snel mogelijk kennis laten maken met carnaval in Turfstekersland.
hebben we de eerste muziek in de optocht van het Satte. Wel erg leuk, want waar komen die vandaan? Niet uit Turfstekersland. Je ziet het hier in beeld. Ze komen uit Zwijndrecht. En ze komen elk jaar naar Turfstekersland. Ja. Met veel plezier, heb ik begrepen. Die doen al heel lang mee. Die doen al bijna 20 jaar mee, denk ik. Ze zijn altijd eerst verbonden geweest aan de vorige stichting hier bij Carnaval, SST. En ja, die zijn helemaal verkocht aan Kaatsheuvel met Carnaval. Ja, ze komen elk jaar weer terug met de muziek. En ze blijven hier ook Carnaval vieren, heb ik begrepen van ze. Ja. Die zijn meer in Kaatsheuvel te vinden met Carnaval dan in Zwijndrecht. Nou, zal er ongetwijfeld in Zwijndrecht ook niet uitgebreid Carnaval gevierd worden. Nummer 5, dit zijn de Atjes. Waar blijft de tijd? Dan hebben we nog een plek in onze kroeg gaan. In onze kraag gaan. Een plek in onze kraag gaan. Dat zal een goed plekken zo. Oh ja. Ja, ik moet ook zeggen dat ze gewoon een stuk wakker daar, hè. Voor de meeste mensen die zijn ontzettend blij dat het net droog is geworden. Meer ga ik daar niet over zeggen. Erik ziet er weer fantastisch uit. Gisteren ook in Broerbeierland, zag ik. Fijn dat je er weer bij bent. De Eitjes. Voor degene die net zijn ingeschakeld, u kijkt naar de live-uitzending van de optocht in Turfstekersland. Nou, de carnaval heet dat weer gewoon Kaatsheuvel. De komende dagen wordt het geregeerd hier niet door de Raad van Elf, Ronald, maar door een Turfstekerskwartet. Ja. Hoe zit dat? Ja, we zijn lekker met z'n vijven. We vonden 11 man te veel... geemmer. Dus ja. We zijn gewoon met z'n vijven begonnen. Ja, nou denk ik bij een kwartet niet gelijk aan vijf, eerlijk gezegd. Ja, maar het is Rob en zijn kwartet, hè. De Prins en zijn kwartet. Oh ja. En gisteren is stad naar buiten, hoor ik net. En heeft de jeugd ook nog een prinses of een jeugdprins? We hebben op het moment wel een prins die het zeg maar op zich neemt. Een jeugdprinsje. Die staat dadelijk ook bij Rob in de bak. Dus die zal dadelijk hier afgezet worden. Ja. Ondertussen kijken we naar de Kempencross. Oefening qua kunst, kan er zien. En op nummer 6, ja, ik moet nog even kijken. Ook de Kempencross. Ja, het is allemaal bij elkaar. Ik had het niet gezien, want dit is een Belgisch kenteken of Nederlands kenteken. Ook deze is prachtig geverfd. Deze auto was van de week nog groen. Deze blauw en rood. Ja, meer kan ik eigenlijk ook niet al zeggen. Ja. Hoe gekker, hoe beter, maar we gaan nog wel gewoon eerlijk blijven. Dan nummer 7. Ja hoor, ze lopen ontzettend hard vooruit. De grootste vereniging die ook dit jaar meedoet. Met in totaal 58 leden ingeschreven. Ja, ik heb even gekeken, want ik dacht dat er gummigalgen waren. Maar 10% meer dan de gummigalgen. Als je maar doorwipt, inderdaad. Dat is niet het motto, maar het is wel waar. 24 kinderen en 34 volwassenen. Oh, en ze worden steeds knapper, die gietkoppen. Vooral die, ja. Ik had het voelen dat jullie nog een wagen erbij hadden. Wat hebben jullie gemaakt dit jaar? Wat je moet er even doen is zwaaien naar de burgemeester. Dat is die hele knappe mevrouw die daar staat. Je mag gewoon handen zeggen. En die staat naast die knappe meneer, naast die knappe man nu. Prins Jeroen uit Twee Buikenland. Ja, nou mag je ermee op de foto, dan staan ze hier los. Ja, oud prins uit Turfstekersland. Vergezeld van prins Jeroen, de eerste uit Twee Buikenland. En onze burgemeester Hanne. Kijk,
Kijk, daar staan ze alle... Burgermoeder heb ik van de week op de radio gehoord. Burgemeesters. Sorry, wat zeg ik nou? Oud-prinsen. Dat zijn alle oud-prinsen, ja. De huidige burgemeester. Ook wel mooi dat prins van Theebuikeland erbij staat. Hebben die vandaag geen optocht? Die hebben vandaag geen optocht. Die hebben morgen de optocht in Theebuikeland. Oké. We staan met z'n allen te wachten. Wil er nog iemand iets zeggen over de wagen? Want jullie hebben allemaal zelf meegeholpen, toch? Zou je kunnen zeggen dat de carnaval in Turfstekersland weer echt met een opbloei bezig is? Want 10 jaar geleden was het echt wel, mag ik bijna wel zeggen, op steel van haar dood. Het wordt ieder jaar beter. Het klimt gewoon omhoog. De omliggende gemeentes wordt steeds minder. Hier wordt steeds groter. Dat is echt gewoon super. Ja, en dat komt ook wel door het SOT, hè? Turfstekersland. Heel actief. Ja. Werkt heel actief ook bij scholen, begrijp ik. Ja. Om kinderen te op te leiden in het carnaval. Gaan langs de bouwers. En daar werkt allemaal mee, hè? Dus ja. Die kleintjes die worden, als ze jong zijn, al helemaal gemotiveerd. Ja. En dat stroomt dan door naar boven. Ja. Naar zeg maar de grote optocht. Ja. En merk je het ook dat er weer meer bedrijven open zijn? Het Antons Feestpaleis hebben we hier natuurlijk. We hebben het Klavier, we hebben Chalet Fontaine. Heel de Bond ook met de kindermiddag vanmiddag. Het Snoeker. Het Snoeker is open. Ja, het Snoeker is open. Dus er wordt ook gewoon meer carnaval gevierd hier. Er wordt gewoon meer carnaval gevierd. Alleen er zouden meer cafés moeten zijn. Hè? We hebben er niet zoveel, hè? We hebben helaas maar weinig locaties. Maar... Ja. 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 Ja, vroeger hadden we Wal Smit nog, hè? Waar blijft die tijd? Waar blijft die tijd, ja? Vroeger hadden we de Apollo en de Kinkerpolder. En het schooltje. En de werf natuurlijk. Ja, kijk, daar hebben we de prins al. Kijk, daar komt de prins. Prins Rob de Eerste. En de jeugdprins. We hebben hier een zingende prins in Turfstekersland. En de jeugdprins. Hoe heet de jeugdprins? Dat weten we niet. Nee. Rob sluit dadelijk aan bij de oude prins, hè? Bij de oude prins samen met de jeugdprins. Die wordt afgezet door CV de Gietkoppen. Dat is een van de oude carnavalsverenigingen. Ja, dat is een van de oudere carnavalsverenigingen en een van de grootste. Ja. En die zien we straks in de optocht ook nog terug met een mooie wagen, heb ik al gezien. Ja. Ja, je ziet het hè. De prins maakt er gewoon een groot feest van. Ja. Heeft de prins dit jaar ook nog een carnavalsnummer uitgebracht? Of? Nou, dat carnavalsnummer is gewoon een beetje het lijflied van Rob. En dat doet hij al een aantal jaar. Ja. Ja, het is wel een beetje voorbij dat alle grote artiesten een eigen carnavalsnummer maakten. Hè? De tijd van André van Duin. Ja. En, het is nou veel meer lokaal geworden. Hè? Ja, in heel veel gemeentes heeft de prins ook meestal lokale zijn eigen artiesten nummer. En eigen nummers. Ja. Ja. Zelfs de jeugdprins wordt helemaal opgeleid nou. Ja, die krijgt het goede voorbeeld. Dat... Ja, de jeugdprins krijgt gewoon het goede voorbeeld nou. Echt gewoon super. Ja, en hij mag ook gelijk meezingen, zie ik. Hij wordt gewoon voor het diepe gegooid, hè. Ja. Hij zal wel moeten, hè? Hij moet zijn volk toch te woord kunnen staan, hè. Maar hij doet het goed, moet ik zeggen. Ja, die jeugdprins wordt dit jaar geleverd door het basisschool De Klimop. Die levert dit jaar de jeugdprins en ook de raad. En hij neemt ook nog een wagen met hem mee, daarachter. Kijk, dan wordt hij mooi afgezet door de gietkoppen. Ja. Dan zullen ze er eigenlijk bij de oudprins en de burgemeester gaan staan. Gaat hij? Eens kijken of dat goed gaat. Ja, het is een kiepbakje. En ze kiepen hem gewoon uit, hè. Kijk, er is hij al. De jeugdprins doet dat toch iets leniger dan Rob de Eerste. Ja,
Die heeft al een paar zware 8 dagen achter de rug, denk ik. Ja, dan krijg je ook waarschijnlijk als je wat ouder wordt, hè, dan zullen we wel meer moeite mee hebben. Ja. Ja, dan kan de optocht dadelijk volle bak beginnen. Hè? De prins is aanwezig. De prins is er en nu kunnen de wagens en de grote groepen komen. De eerste wagen is van de Gietkoppen, die je hier ziet. En zoals je ziet is het ondertussen lekker weer geworden, in ieder geval droog. Dus als je aan het begin van de optocht stond en het regende, kom gerust even naar het centrum. Daar is het nu lekker droog en de sfeer begint er hier al goed in te komen. En dat gaat hier trouwens nog wel even door straks, want in het klavier wordt gefeest en bij Anton. En bij Anton, ja. En de prijsuitreiking. En het grote feestpaleis hier. Ja, Antons feestpaleis. Je ziet er goed uit, jongen. Het is weer een prachtige wagen die ze gemaakt hebben, de Gietkoppen. Ja. Die doen ook al heel veel jaren mee. Geen tijd voor Dori, dan Maori. Ja, ik weet toevallig dat de Van Gummigalgen zijn eigenlijk begonnen doordat ze de Gietkoppen altijd zo veel plezier zagen hebben in de optocht. Zoals ze gewend zijn van de Gietkoppen. Okay. Prachtige wagen. Goeie tattoos, jongen. Is de Gietkoppen al een lang bestaande carnavalsvereniging? Ik denk dat die rond de 19 jaar al bestaan. Ik begrijp dat ze samen zijn met een flesje te veel. Ja, er zijn een paar van flesje te veel. Die zijn... gefuseerd. Die zijn opgekocht. Ja. Die dachten van ja, een flesje te veel kan ik toch wel drinken. En dan, dan kan ik net zo goed naar de Gietkoppen. Ja. Krijg gelijk de wagen erbij. Ja. En dit zijn de winnaars van de kinderoptocht. Ah. Dit zijn de tijdreizigers. Die liepen inderdaad ook mee met de jeugdoptocht afgelopen vrijdag. Ja, dat was bij basisschool De Brussel. Ja. Fantastisch. Ze hebben zo'n prachtige wagen gemaakt van Back to the Future. Dat zijn de reuze supercoole kids. Ze zien er wel cool uit, ja. Ja. 5 weken geleden. Nou jongens, ziet er fantastisch uit. Dat zijn tijdreizigers. En ik denk dat ik sowieso jullie straks op het podium zien. Op welk plekje, dat moeten we nog gaan zien. Prachtig gemaakt. Dan komen we daar aanvliegen met een prachtig... Dus de klokvuur op het vliegtuig. Nummer 9, de scheidlijsters. Hier komt nummer 9. Zoals u hoort, de scheidlijsters. Time flies. De tijd vliegt. De tijd vliegt, vlieg je mee. Ziet er fantastisch uit, dankjewel. Kijken of ze nog op gaan stijgen. Het is wel een prachtige wagen, ook helemaal in de kleuren van Kaatsheuvel. Ja. Dit is de familie Bertens. Dat is thema, wij slaan nergens op. Mooie trommels, maar het slaat nergens op. Ja, het is een drumband zonder geluid. Ja. De familie Bertens doet ook al een aantal jaren mee, begrijp ik. Nummer 10. Ja, die kunnen makkelijk ook al een jaar of 10, 15 meedoen. Scoringsformulier voor de publieksprijs in dan staan. Nummer 10, de familie Bertens. Hier hebben we CV de Gupkes. Ook een hele grote carnavalsvereniging. Heel veel jeugd. Ja. Zo'n 50 leden al, begrijp ik. Is ook een van de grootste verenigingen in Kaatsheuvel. En al meer dan 10 jaar actief. 15 jaar hoor ik. Een van de hoogste wagens. Ik geloof dat je 9,5 meter was. Ja, we hebben net even gemeten, Ronald. 9,5 ja. meter. Ja, dat is behoorlijk hoog. Ik vind het knap dat ze overal onderdoor kunnen. Ja, we hebben gelukkig geen tunnels hier in Kaatsheuvel. Turfstekersland, moet ik zeggen. Ja. Ik kan net onder de lantaarnpaal door. Ze hebben een vaakje gemaakt van de Efteling, zie ik. En het thema is, waar blijft het tapijt? Ja, als het zo is als in de Efteling, dan vliegt hij van links naar rechts. Hè? Kijk, daar gaat hij. Zie je hem gaan? Oh, prachtig. Van rechts naar links.
knieën tapijt. Ik draag met de vader. Efteling is er niks bij. Eens kijken of de tulp ook omhoog naar beneden gaat. Zou ze echt zoveel beweging hebben gemaakt? Een prachtige wagen. Maar het is wel mooi dat de kleding ook helemaal in het thema is. Ja, maar dat maakt het wel af. Dat maakt het af. Kijk, vaak hier aan een biertje. Ja, het is ook prachtig om te zien dat je overal die turfstekersjalen terugziet. Ja. Ja, voor degenen die dat nog niet weten, als u ook zo'n turfstekersjaal wil, kunt u hem in de optocht kopen. Ja. Hij komt langs rijden. Er rijdt een bakfiets mee en daar kan de heel de merchandising van Turfstekersland aanschaffen als je wil. Voor 10 euro, begrijp ik. Ben je ook een eigenaar van een Turfstekersland das. Maar dat blijft natuurlijk ook voor het goede doel voor de stichting, hè? Ja, dat is allemaal voor de stichting. Wat is er allemaal nog meer te koop? Want ook nog handschoenen, geloof ik. Zoals. Handschoenen. Smink. En shawls. Carnavalsvereniging De Gupkes. Waar blijft het tapijt? Kijk, ze hebben ook nog een mooi dansje gestudeerd. Kijk. Het valt wel op dat ze daar alle dames wegzetten. Ja, de heren gaan niet meer zo soepel misschien na twee dagen, drie dagen carnaval. Valt me op dat heel veel carnavalsverenigingen al heel lang bestaan, Ronald. Ja. De hele vaste kern. Er zijn natuurlijk wel weg, hè, want van vroeger kan ik me herinneren de leutkneuters, de duimpiepers, de peperbussen. Dat waren de carnavalsverenigingen van vroeger, hè? Ja, dat zou best kunnen. Ik doe zelf al bijna 20 jaar mee en ik heb... Dat is allemaal voor mij zelfs nog. Dan hebben we nog de trekvogels. De pintenwippers, dan heb ik het over 1975, hè? Dat is wel heel lang geleden. Toen was ik al 10 jaar. Hier in de carnavalsvereniging hebben we ook een beetje allemaal eigen nummers. Trend, hè? Dat steeds meer carnavalsverenigingen ook bij hun wagen een eigen nummer componeren. Ja, er zijn heel veel verenigingen die proberen het hele plaatje compleet te maken. En dat wil dus zeggen een mooie wagen, mooie pakken en dan ook een bijpassend nummertje. Ja, dat maakt het wel compleet, hè? Dat maakt het hele plaatje af. Ja. En dan wordt ook op, gejureerd. Dus, ja. Dit is de loopgroep Daxke. Daxke. Als wij opgewonden zijn, worden we koekoek. Oh, ik was schoon. Zeg jij het koekoek? Ik zei heel koekoek. Jij zei heel koekoek en jij? En ik heb er nog iets aan toe te voegen. Koekoek. Oh, koekoek. Ze doet het. Prachtig, nummer 12, loopgroep, viel, hoog en tekst, hoog op het hoofd. We zijn nu bij CV de Slijpers. Nee, boven ons hoofd, wacht even. Ja, dit is CV de Slijpers. Ja, dat is ook al een vereniging die eigenlijk heel lang meedoet. Bouwen altijd prachtige wagens. Ja. Dat is ook een van de verenigingen die dus een van de grootste wagens bouwt. Ja, daar gaan veel manuren in zitten. Weet je ongeveer wanneer ze beginnen hier met bouwen? Ja, dat is echt verschillend per groep, per vereniging. Waar blijft de tijd?
dat een offer voor ons van het kwaad bevrijdt. Nou, ze hebben er ook zo'n mooi dansje bij. Ja. En ik ben benieuwd wie er nu geofferd gaat worden natuurlijk. Ja, ik gok eigenlijk de prins. Of een van de oud-prinsen. Ja, dat zou eigenlijk wel beter zijn, ja. Kijk, er is een slachtoffer gevonden. Ja hoor, 7 inslijpers! Prachtige wagen weer. Ja. Zelfs de trekker helemaal, ontbouwd om het plaatje af te maken. Kijk, overal zie je die sjaal weer terugkomen. Hè? Ja, prachtig. Daar staat het karretje ook waar ze gebracht kunnen worden. Hè? Achter de wagen. Deze wagens worden ook helemaal vanaf niks opgebouwd. Hè? Er zitten geen gekochte spullen bij deze. Nee, bij deze zeker niet. Die doen helemaal zelf, bedenken helemaal zelf de beweging, alles. Is echt heel erg knap. Ja. De Malootjes, nummer 14. Doen al voor het 12e jaar mee in deze optocht. Het thema is hoogste tijd, de laatste ronde. Nou, ik hoop het niet dat het voor ze de laatste ronde is. We zijn altijd heel blij dat ze ons ieder jaar weer meedoen. Dan zien we ze volgend jaar weer terug. Hier klopt ook alleen niet heel veel, hoor. Maakt dus wel de schoppen. Nummer 14, de Malootjes. Dan krijgen we nummer 15, tijd voor een spelletje. En nummer 15, ja, op die tijd doen ze weer mee. Ja, waar zal die stil blijven staan, hè? CV, de Kliek, tijd voor een spelletje. CV, de Kierenwietjes. Sorry, CV, de Kliek, ik zeg het verkeerd. CV, de Kliek. Dat is een afsplitsering van CV, de Kliekjes. Ah. Het zijn volgens mij de mannen van CV de Kliekjes. Kijk. Ik kan ook nog een prijs winnen. Een paar handboeien. Ja, handboeien. Tijd, ja, gelukkig. Nog een paar dagen, zondag, maandag en dinsdag gaan we naar de deur. Voordat we onze prins erop ten eerste weer de grond in stoppen. Oh, en zijn vriendin is ontzettend. Ja, en daar zie ik al, daar komen CV de Kierenwietjes aan. Dat is eigenlijk een vrij jonge vereniging. En dan natuurlijk. Die zijn bij CV de Kierenwiet zijn die begonnen. Ja, de Kierenwiet is er helaas niet meer, dus ze zijn doorgeschoven naar het snoeker. En ze doen nu voor het derde jaar mee. Een prachtige wagen was ze. Hele mooie wagen. Zal wel weer veel tijd in zijn gestoken. En veel geld. Ja. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Wel prachtig om te zien. Tegenwoordig heel veel gewerkt, niet meer met papier-mâché, maar het is meer... Ja, ik zal het niet weten hoe ze dat maken. Het is wel een hele mooie techniek. Ik vind het onorthodox geweldig, maar ik moet de tekst achterop lezen. Ik wil even kijken wat de link is naar het thema van vandaag. Waar blijft de tijd? Even kijken wat het thema in beeld krijgen van de wagen, want daar stond achterop, hoorde ik. En de volgende loopgroep al. Maar het is al niet de plus, het is een prachtige wagen. Het zijn de Dolle Divas. Waar is deze tijd gebleven? Ja, ze zien er wel heel klassiek uit, ja. Naar de jaren 60, denk ik. De Dolle Divas. Waar is de tijd gebleven? Ze doen het wel allemaal heel charmant zo. Vermoed allemaal zelf gemaakt. Prachtig. Dolle Divas, dank je.
nummer 17, de Dolle Divas, gevolgd door nummer 18. De CV van Gummigalgen. De Gummigalgen, dat waren de winnaars van vorig jaar, als ik het goed heb. Nee, dat waren niet de winnaars. Nee? Nee. Die gaan we straks nog krijgen. Of krijgen. Oké. Okay. De winnaars waren Mama, waar is mijn bier van vorig jaar? Ah, dat waren de volwassenen van de loopgroepen. Ja. Wat een hele mooie wagen. Helemaal zelf gebouwd, hele mooie kleren, ook allemaal zelf gemaakt. Mooie petten. Ja, zijn ze weken mee bezig, maanden zelfs. Er komen maar kleine gummies erop. Ja, dat wordt de toekomst, hè. Ze hebben waarschijnlijk ook een dansje, maar... En Alice erop rond, want het thema is de Hedda Wellis. Alice in Wonderland. Waar blijft die tijd? Waar blijft die tijd, ja. Waar blijft de tijd? Ach, die hadden we. Wellis, ja natuurlijk. Alice in Wonderland, die rakte de tijd ook kwijt. Vooral heel mooi afgedecoreerd met uw CV van Gummigalgen. CV van bestaat ook al 17 jaar. Tot nu met meer dan 30 leden en ook nog eens 24 kids. Dus ook de jongeren doen heel actief mee aan deze vereniging. Dit is morgen de enige praalwagen die jullie morgen meerijdt. Dus ik heb een vermoeden. Daar hebben we nummer 19, CV de Schatjes. Die zijn begonnen als vriendengroep. Nou ja, daar is allemaal aanhang bijgekomen en jeugd. En ja, het blikt ook steeds uit bij die mannen. Hè. Ze zijn gewoon niet te stoppen. Ze hebben wel een oude foto meegenomen, zie ik. Ja, of er is heel veel aan gefotoshopt. I'm sexy and I know it. Volgend jaar komen ze uit met een eigen kalender. De burgemeester wordt er even bij geroepen. Ah, die mag mee op de foto. En de prins. Schatjes. Ja, als ik ze zo zie, zijn het echt, zijn het echt schatjes. Het zijn wel toppertjes, hè? Ik zie er meer voor staan dan er op de foto staan. Ja, ik kan me voorstellen dat je er niet bij wil staan. Waarom mag er niet foto bij je? En dan, als je dan zo nog door het hele dorp wordt rotgereden, nou... Ga er maar aan staan. Zou ik daar ook mijn bedenkingen bij hebben. Nummer 19, 7, de Schatjes. De Schatjes. En dan, waar dan. Is de... Dit lijkt wel de wagen van de jeugdprins, maar dat is hem niet, hè? Nou, ze hebben eigenlijk wel de oude wagen van de jeugdraad nagebouwd. Ja, zo was die vroeger, dat weet ik nog goed. Een soort trap waar ze op stonden. Waar blijft die tijd dat we nog een jeugdraad hadden? En dan staat erbij 1978. Was dat de laatste keer dat er nog een jeugdraad was? Dat is misschien de eerste keer geweest. Misschien wel. Nummer
CV De Kletskes. CV De Kletskes. De Kletskes. De Kletskes, ja. En helemaal zelf gemaakt, hè? Papa's en mama's mochten niet helpen. Nou, een biertje. Toffie zeggen. Maar het is niet echt de jeugdraad, hè? Nee. Het is, We hebben eigenlijk alleen het jeugdprinsje bij onze kaatsheuvel. De toekomst, hoor, hè? De Kletskes. Maar met zo'n actieve jeugd als nu in Turfstekersland, zou dat wel eens kunnen veranderen de komende jaren. Hopen we eigenlijk dat we dat volgend jaar toch wel voor elkaar hebben. Dat zou heel, dat zou heel mooi zijn. Dat zou Turfstekersland wel sieren, hè? Zou ook een jeugdraad hebben. Kijk, het wordt steeds drukker op het plein. Ja, maar het weer wordt ook steeds beter, hè? Niet te koud, lekker droog. Café Smit zie ik aankomen. Ja. Ze hebben Café Smit een beetje daar gemaakt van, ja, waar blijft de tijd, hè? Dat is lang geleden. Dat is al lang weer gesloopt, hè? Dat is helaas al lang plat. Nou, daar hebben toch wel heel veel carnavalsverenigingen het licht gezien. Waaronder de Kromme Noten, die zijn er ook begonnen. Ja, en dit zijn de Kromme Noten. Ja. Voor de muzikale afwisseling zo. En CV van Gummigalgen zijn er begonnen. Ja. Er zijn toch een aantal verenigingen... Ja, er zijn toch een aantal verenigingen begonnen. En waarschijnlijk nog wel meer, maar... En waar zijn de meeste verenigingen nu aan verbonden? Bijna alle verenigingen zitten bij Anton. Bij Anton? Ja, bij Anton's Feestpaleis. Hoe dat met carnaval heet. Ja, en ze maken er ook een heel groot feest van, hè? Ja. Midden op het plein zitten ze. Ja. De Kromme Noten lopen ook al een tijdje mee. De Kromme Noten gaan. De Kromme Noten lopen ook eigenlijk ook al jaren mee. Hetzelfde eigenlijk als het Zatte. Die twee harmonies die doen. Die zijn altijd eigenlijk een kaatsheuvel. Ja, die uit Zwijndrecht. Ja. En zoals de Kromme Noten hadden vrijdag een heel groot blaasfestijn in Anton in de zaal. Daar waren geloof ik 12 blaaskapellen. Superfeest. Echt helemaal geweldig. Ja. Kijk, hier hebben we de grote boze wolf. Ja, ik zie van Geitje Benjamin, die heeft zich alweer in de klok verstopt. Die boze wolf, dat was de nier van de nier volgens mij. Ja, dat zou best kunnen, ja. Je kent het toch wel van de nier? Ja, dat was een nier. Ik zou hem nog wel herlussen, hoor. Ik zou echt niet willen. Nee. Ik zou hem gaan zieken. Ik vind het wel verdacht dat die klok, dat er een afstapbediening in zit. Ja. Wolf is terug in Turfstekersland. Ja, hij is waarschijnlijk ontsnapt nou uit de Efteling, hè? Ik denk het. Kijk, de Efteling wil uitbreiden, maar ja. Ja. Dan beginnen ze hier op het klavier. Met de wolf. Ja, dit is ook weer een prachtige wagen. Dit is de CV mee mekaar. Ja, dat is een. Dat is allemaal jeugd. Dus ze hebben weer een prachtige wagen gebouwd. De wagen schietsgroepen. Van Turfsteker tot 5, 6, 7 miljoen. Dat doen ze ook op de Efteling natuurlijk. Ja, daar geloven ze ook in sprookjes, hè? Ja. Vaker is er ondersteboven van. Boven hangt hij. Ja. Vaak hier. Maar hij blijft rijden. Laten we niet tinksen. Gewoon doorgaan. Hier daarachter. Vrouw Holle. Ja, en Hollebolle Gijs. Zo raar. Weer heel mooi gemaakt. Ja. Of ik de bomen gooien. Ja, even kijken. Oh, ik was mis. Ik zie trouwens steeds meer mensen met een das van Turfstekersland rondlopen. Dat gaat goed. Nou, dit is CV Huub van Beers en de meiden van Vermeers. Ja. Meestal doen ze dus apart mee, maar vandaag doen ze toch met z'n drieën. We waren vorig jaar winnaar op het niveau individueel. Ja. Huub van Beers en de meiden van Vermeers. We gaan door naar 26 CV Huub van Beers en meiden. Maar dat is niet Huub van Beers vuur op.
Dat kan ik zo ook al zien. Het is de koning, maar je... Ja, het is de koning. Ah, daar loopt hij. Ja, het ziet er wel weer prachtig uit wat ze weer hebben gemaakt met z'n drieën. Schitterend. Hij vraagt aan ook de kleding en ook het... Prins Roen uit Tweebuikenland. Het schminken. Die er niet door had. Helemaal passend. Samen met zijn adjudant Peter. Het is ook allemaal zo spontaan, hè? Ja, hij moet het nog leren, hè? Hij doet het dit jaar ook voor het eerst. Ja. Dus hij kan maar goed ingewijd zijn. Aan dat Huub voorop zit. Nee, Huub, volgens mij trekt Huub weer de kar. Oh, Huub trekt de kar. Oh, dat is Huub. Ja, maar Huub laat ze volgens mij staan, want... Ah, daar hebben we Huub. Al blijft de winterkoning maar even strenge vorst en vorst aan de grond, komen dan tot leven. Nummer 26, CV Huub van Beers. En Meiden. We hebben weer een lange optocht, Ronald. Ja, dat is wel elk jaar langer, hè? Er zijn best wel wat deelnemers, ja. Het wordt ieder jaar wordt groter, hè? We hebben 31 deelnemers deze keer. Dus we gaan richting een eind. Nou, we krijgen eerst nog de dorpsquiepen. Ja, die doen de dorpsquiz altijd organiseren. En meestal zit nou in de carnavalswagen die ze hebben, zit een verborgen hint voor de dorpsquiz. Ah, dus iedereen moet goed opletten. Dus iedereen die aan de dorpsquiz meedoet, let goed op. Wat een mooie déjà vu trouwens. Dus let allemaal goed op, die meedoet aan de dorpsquiz. Er zal wel weer wat bedacht zijn. Ondertussen worden hier de worstenbroodjes binnengebracht trouwens. Lekker. Ja, maar dat hoort erbij, hè. Het is echt carnavals ontbijt, hè. Met carnaval worstenbroodjes uit Kaatsheuvel. Mooi déjà vu trouwens. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd wat nou de hint voor dit jaar is, maar... Ja, ben ik zelf blij dat ik dus niet meedoe aan de dorpsquiz, want er zijn zulke moeilijke vragen die ze erbij bedenken. Maar ook dat wordt elk jaar weer groter, hè? Dat wordt ieder jaar groter. Daar staat zelfs een rij voor het inschrijven. Ze moeten gewoon nee verkopen tegen de mensen. Zoveel mensen doen er mee. Mooi hoor. Ja, richting nummer 28. CV Mama, waar is mijn bier? Ja, dit is volgens mij niet CV Mama, waar is mijn bier? Wat blijft de tijd als je op de kermis zit? Met de kamelenrace. Kijk hoe die eruit gaat zien. Daar is die, de kamelenrace. Ja. Het ziet er weer prachtig uit wat ze weer doen. Dat is zelf gemaakt, hè? Ik zou het niet weten, maar het ziet er wel prachtig uit. Daar gaat de kamelenrace. Nou, ze zijn flink van start. Alleen de kamelen werken niet mee. Ja, maar het is ook moeilijk, hè, met vier poten. Om die allemaal, synchroon te krijgen. Ja. Het is ook een beetje koud, hè, voor de kamelen. Ja. Nou, ik zie al twee oud-prinsen en de burgemeester zijn hard bezig met het kamelenspel. Ah, ze hebben een teddy gewonnen. Een teddybeer. Kijk. Hij is wel groot om de hele carnaval mee te sjouwen zo. De teddybeer. Dan zien we de rest van de carnaval terug. Prins met zijn teddybeer. Volgens mij hebben ze ook het spookhuis gemaakt. Ja, dit is ook weer een prachtige wagen. Alles, heel veel dingen bewegen. Ja.
ook heel bezorgd uit. Mama, waar is mijn bier? Zullen we al heel veel mannenuren in zijn gaan zitten? Dat waren de winnaars van vorig jaar. Het Spookhuis. Mooi afgewerkt hoor. Ja. Ja, deze is ook behoorlijk hoog hoor. Ja. Ik zag er straks bij het opstellen dat ze het... Ze hadden een behoorlijke kraan nodig. Ja, dat ze een flinke kraan nodig hadden om het weg te zetten. En op nummer 29. Ik kijk, de chauffeur kan achter mooi meekijken bij de tv. Hier hebben we de Lost Kids met de Jungle. Ja, die komen uit Loon op Zand. En Lost staat volgens mij Loon op Stand op stap. Ze zijn Lost in de Jungle. Ja, ik moet wel zeggen, je kan daar wel veel woordspelingen mee maken zo. Ja. Met Los. Ja, ze hebben ook weer bijpassende muziek. Nou, die zien we dan ongetwijfeld ook nog terug in de optocht in Loon op Zand. Waarschijnlijk wel, ja. Ben je mistig in de jungle? Ja, ze zijn waarschijnlijk de kookpot aan het opzeggen. Ze zijn een barbecue in de jungle. De kookpot aan het opkoken. Ja. Ook wel heel mooi gemaakt. Ja, zo te zien ook veel kinderen die meegeholpen hebben. En vind je het leuk om met de optocht mee te lopen? Nou, ze zijn ook helemaal verkleed als leeuwen, als giraffen zag ik net ook al. Ja, een mooie stijl. Kijk, dat is echt een hele jungle. Kijk of er nog een dansje bij hoort. Kijk dat ze die net hebben gedaan met het muziekje van de jungle. Oh, oké. Okay. Kijk dat we helaas... Hebben die net gemist? Dat we die helaas net gemist hebben, ja. Die lullen maar poetsen. Deur open onder u. Heel veel plezier allemaal. Los kids! Dit is de Circus Express. Zeven de kruispuntjes. 32? Oh, wacht even. Ja, dat is de jungle, maar ik zag dit. Ik hoor het pijn. Heel goed dat je je vast had houden. Oh, dit zijn de kruispuntjes. Nee? Oh, 7 op het les. Kijk, nummer 32. Ja, ze zijn een beetje het schuiven geweest bij de optocht. Met de nummering. Dit is CV op zijn lest. Oh, die is er tussendoor gekomen. Die hebben ook weer een heel circus gemaakt dat onderweg is. Een mooie leeuw achterop. En een leeuwenkooi zo te zien. Ja. In de wilde dieren hebben ze Los laten lopen, denk ik. Die liepen ervoor volgens mij. En misschien lopen ze wel bij Los Kids. Ja. Sluit goed aan in ieder geval. Ja, ze hebben wel hetzelfde thema. Wilde dieren in het circus, waar bleef de tijd?
Mag niet meer, hè? Ja, vandaar dat die wagen waarschijnlijk leeg is. Ja. Want ze mogen geen wilde dieren meenemen. Ze mogen geen wilde dieren meenemen, dat was het. Dit is volgens mij echt de laatste wagen. Ja, nee, er zijn nog een paar lopen. We hebben nog een fotofinish. Dat zijn de kruispuntjes. En go, daar gaan ze. De slow motion finish. Ja, dat is weer een heel leuk idee zo. Ja. Want ze kunnen er mooi, het publiek bij betrekken. Ze zullen nou natuurlijk wel weer de burgemeester en de prins. De prins mag meedoen. Gaan lopen foppen. Ja, hij moet van zijn biertje af. Als je niet weet waar de tijd is gebleven, dan gebruiken we de fotofinish even. Dat is motto. Prins mag de fotofinish meedoen. Ah, de twee prinsen gaan het proberen. En de burgemeester. En de burgemeester. Oh, de jeugdprins ook. En de jeugdprins, kijk. Tuurlijk. Nou, wie zal er gaan winnen? Dan verwacht ik eigenlijk niet onze prins, want zo snel is hij nu. Ik denk wel dat het een fotofinish wordt, hoor. Ze trekken er ook allemaal zo'n mooi gezicht bij, hè? En dan ik ben heel benieuwd wie er gewonnen heeft. En dan wanneer zie je dat het publiek juichen op de achtergrond. Nou, ze krijgen er een de uitslag erbij, hè? Je kan het resultaat van de foto's finish zien op hun Facebookpagina. Facebookpagina De Kruispuntjes. Oh, dat is wel heel leuk bedacht als ze dat... interactief maken. Ja, ik denk dat er achter de Kierenwietje of CV. Ja, er komt nog. Ik denk VC, we doen maar hè. De laatste in de optocht, als het goed is. Dat zou best kunnen, ja, want ze zijn een beetje aan het schuiven geweest. Dus vandaar dat het aan het eind een beetje rommelig is. Zo'n mooie wagen aangereden. Stil voor sale. Ja, dit is de carnavalsvereniging We Doen Maar We. Het thema is, we doen nog een keer mee. Ja, volgens mij is het tweede jaar dat die... dat hij meedoet in kaartsover. Oké. En ze hebben een kasteel te koop. Zou dat het kasteel van Loon zijn? Het witte kasteel. Te koop. Nee, volgens mij komen ze niet in het Loon. Hier volop, beveiliging erbij. Hoort, kunnen komt met goal. Ja, kunnen zetten de bal op Rutters, ja. En ik denk dat we aan het einde van de optocht zijn. Ik denk dat we een heel eind zijn gekomen, ja, maar ik weet het nog niet zeker, want het was aan het eind een beetje rommelig. Dus ja, ik denk het wel, hier staan de bussen op voor de stemformulier. Ah. Je kunt stemmen voor de winnaar. Voor de winnaar, ja, voor de publieksprijs. Hè. En wanneer horen we de uitslag? Eind van de dag, denk ik, hè? De uitslag wordt vanmiddag... bekendgemaakt door de prins? Of, door de prins, ja. Met het kwartet? Ja. 2019. En dat is hier in het klavier.
Dus iedereen is welkom om hier naar de uitslag te komen kijken. En binnen is het altijd droog, hè? Dus... Ja, dus vanmiddag nog gezellig komen carnaval op het plein bij het klavier of bij Anton. Of op andere plekken natuurlijk hier in Turnstekersland. En dan horen we eind van de dag de uitslag van de optocht. We gaan kijken waar de vieren zit, gaan we de stemmen tellen en dan feest bouwen. Luisteren we nog even naar... Naar onze Rob. Naar Rob. Oh, Rob gaat gelijk zingen. Ik weet niet waar Rob meteen gaat zingen, maar het is wel het nummerke van ons Prins. Ik denk dat dit het einde van de optocht is. Ja. Nou Rob, dat was weer mooier dan vorig jaar zou ik zeggen. Dat is weer een prachtige optocht. Ze hebben weer heel goed de beste gedaan. Mogen we trots op zijn in Turnstekersland, ja, zou ik zeggen. Het is echt weer heel erg gaaf. Ja. Ieder jaar wordt het gewoon weer beter, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, we gaan er langzaam een eind van maken vanaf hier het klavier in Turfstegersland in Kaatsheuvel. Ja, iedereen bedankt voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken en nou, we gaan er ook nog een drankje op pakken, denk ik, Ronald. Wij gaan ook even de uitslag aanhoren dadelijk. Precies, de uitslag aanhoren. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer en nog een prettige carnaval. Alaaf. Houdoe. Yeah, yeah.